De meeste van ons zijn gezond geboren zonder ernstige medische complicaties. Maar niet iedereen heeft daar zoveel geluk mee. Er zijn mensen in de wereld geboren met ernstige lichamelijke aandoeningen. Maar dat betekent niet dat ze ontmoedigd door het leven gaan. Integendeel zelfs. Ze hebben de grootste glimlach en zijn de meest liefdevolle mensen. Welkom bij deze nieuwe video over 10 kleinste mensen ter wereld. Als je nieuw bent, vergeet dan niet te abonneren en op het belletje te klikken om geen video te missen. Nummer 10. Mihaly Michiu Messaros. Messaros, die op 76-jarige leeftijd is overleden, was een circusartiest die beter bekend stond als Michiu, de kleinste man ter wereld. Michiu was 84 centimeter lang en woog 11,5 kilogram. Hij was ook een acteur die in verschillende televisieseries speelde uit de jaren 80. Zoals de NBC-televisieserie Alf. Michiu droeg het buitenaardse Alf-kostuum voor scènes met full body shots. Hij werkte ook als persoonlijke assistent van de medemaker van de serie, Paul Fusco, bij het bedienen van de mechanica van het kostuum en de Alf-pop. Mihaly werkte aan 10 afleveringen van de serie. Hij stierf in het medisch centrum in Torrance, Californië. Zijn herdenkingsdienst werd gehouden in Durley Department Tours and Artifacts Museum, waar zijn stoffelijk overschot wordt bewaard en aan het publiek wordt getoond, samen met items uit zijn leven en carrière. Nummer 9. Prinses Pauline Musters. Groter dan 61 centimeter is ze nooit geworden. Nog steeds staat Pauline Musters, geboren in 1878 in Ossendrecht, te boeken als 's werelds allerkleinste vrouw dat ooit geleefd heeft. Al vanaf haar tweede jaar werd Pauline tentoongesteld als levende pop. Het was voor haar ouders Michiel en Maria Musters de enige manier om te ontkomen aan de bittere armoede waarin ze leefden in het Brabantse dorpje Ossendrecht. In Europa en Amerika woedde een dwergenoorlog uit tussen kermis en theaters om de gaafse lilliputters. Pauline was niet alleen buitengewoon klein voor haar leeftijd, ze oogde ook schattig in haar satijnen jurkje en met het diadeempje op het hoofd. Een echte prinses was ze natuurlijk niet. De titel was haar alleen gegeven om haar nog intrigerender te maken. Over Paulina's leeftijd en lengte werd stevast gelogen. Ze werd nog kleiner en ook als ouder gepresenteerd dan ze in werkelijkheid was. Na haar dood op 19-jarige leeftijd werd Paulina een mythisch figuur. Kleding die aan haar toebehoort, foto's en andere herinneringen werden en worden door de inwoners van Ossendrecht gekoesterd. Nationaal en internationaal kreeg ze opnieuw roem door vermeldingen in het Guinness Book of Records. Hierin staat zij vermeld als het kleinste vrouwtje aller tijden. Bij haar geboorte was ze 30 centimeter en op haar negende was ze 55 centimeter. Ze woog toen 1,5 kilo. Op haar 17e schommelde haar gewicht tussen de 3,4 en 4 kilo. Nummer 8. Nelson de la Rosa. Nelson de la Rosa, ook bekend als Maho, was een Dominicaanse acteur en een van de kortste mannen van de 20ste en 21ste eeuw. Nelson was maar 71 centimeter lang. De La Rosa raakte bevriend met de toenmalige Boston Red Sox werper Pedro Martinez, die de La Rosa naar playoffwedstrijden begon te nemen als een geluksbrenger. Hij was een hoofdattractie in de circussen Hermanos Mazzini en Las Aquillas Hermanas, die hem op de markt brachten als de Guinness World Recordhouder van 's werelds kleinste man. Hoewel er geen officiële diagnose van de oorzaak van de kleine gestalte van de La Rosa bekend is, wordt gespeculeerd dat hij werd geboren met het genetische syndroom MOPD2. De primaire symptomen van het syndroom zijn onder meer een extreem proportionele korte gestalte. Er zijn op dit moment ongeveer 100 gevallen van MOPD2 bekend in de wereld, verspreid over verschillende etnische achtergronden. Hij stierf op 38-jarige leeftijd op 22 oktober 2006 in Rhode Island, Amerika, naar verluid aan hartfalen. Nummer 7. Madge Bester. Madge Bester is 's werelds voormalige kortste levende vrouw. Ze komt uit Zuid-Afrika en is 65 centimeter hoog, gemeten in 1961. Bester heeft osteogenesis imperfecta, die wordt gekenmerkt door broze botten en maakt gebruik van een rolstoel. Ze was een voorvechter van de rechten van gehandicapten en hield in 1998 een persconferentie over de kwestie, samen met Lin Yin Chi, de kleinste man ter wereld. Madge woont in het bejaardentehuis in Bloemenfontein, Zuid-Afrika.
Haar moeder, Winnie, die in 2001 stierf, leed ook aan dezelfde ziekte en was slechts 70 centimeter. Nummer 6. Gul Mohammed. Gul Mohammed uit New Delhi, India, was volgens Guinness World Records de kortste volwassen mens van zijn tijd. Op 19 juli 1990 werd hij onderzocht door een ziekenhuis in India. En hij was 57 centimeter lang en woog 17 kilo. Mohammed had geprobeerd een snoep- en koekjeskraam langs de weg te runnen, maar werd vaak beroofd vanwege zijn lengte. Hij overleefde op financiële hulp van vrienden- en vrijwilligersorganisatie. Hij had last van chronische obstructieve luchtwegaandoeningen, verergerd door zijn zware roken. Hij stierf op 1 oktober 1997 na een lange strijd met astma en bronchitis. Nummer 5. Ge Pingping. Ge Pingping was een Chinese man die volgens het Guinness Book of Records de kortste tot lopen in staat zijnde volwassen man ter wereld was. Ge Pingping was 74,61 centimeter lang en het derde kind van de gezin dat woont in het noorden van de provincie Mongolië. Hij had twee getrouwde zusters die een normale lengte hebben. Volgens zijn vader was hij bij de geboorte zo groot als een handpalm. Als kind groeide hij zeer traag, volgens doktoren veroorzaakt door osteogenesis imperfecta, waardoor normale botgroei en lichaamslengte niet mogelijk is. In september 2008 verscheen hij samen met Svetlana Pankratova, de vrouw met de langste benen ter wereld, in Londen's Trafalgar Square ter promotie van de 2009 editie van het Guinness Book of Records. Per oktober 2009 moest Pingping zijn plaats afstaan aan een Nepalees Kangendra Magar, die toen de volwassen leeftijd bereikt had. Pingping overleed plotseling op 13 maart 2010 in een ziekenhuis te Rome aan een hartkwaal. Nog voor zijn opname klaagde hij over pijn op de borst. Nummer 4. Lin Yingqi. Lin Yingqi is volgens Guinness World Records de kortste man ter wereld. Hij woont in Taipei, Taiwan, waar hij werkt als auteur en sociaal activist. In mei 2008 verscheen er in de Britse Channel 4 documentaire genaamd The World's Smallest Man and Me, georganiseerd door Mark Dolan. Lin leidt ook aan osteogenesis imperfecta, een genetische botaandoening die de normale groei van botten en lichaamslengte belemmert. Volgens het Guinness Book of World Record is hij 67,5 centimeter lang. Hij is de oprichter van de Osteogenesis Imperfecta Association. Voor Lin had Ge Pingping de vorige in deze lijst de titel Shortest Man, maar Lin Yingqi had het stokje overgenomen in 2010. Nummer 3. Bridget Bree Jordan. Bridget is een van de kleinste volwassen vrouwen ter wereld. De student uit Illinois meet in totaal 69 centimeter. Gedurende een periode van 3 maanden, in 2011, werd ze door het Guinness Book of Records erkend als de kleinste volwassen vrouw ter wereld. Ze nam in september 2011 het record over van de Turkse Elif Kokaman met in totaal 72,5 centimeter. Jordan is samen met haar broer Brad de kleinste in leven zijnde broer en zus. Brad meet namelijk 96,5 centimeter. Samen zijn ze dus slechts 168,5 centimeter. Hun geringe lengte komt door een vorm van dwerggroei. Op het nieuws dat Jordan de kleinste vrouw van de wereld was, reageerde ze met "It's great to be small." Op 16 december 2011 werd het record overgenomen door de Indiase Iyoti Amge, die op dat moment 18 jaar werd. Nummer 2. Iyoti Amge. Iyoti Amge is een vrouw van wie het Guinness Book of Records op 16 december 2011 verklaarde dat zij de kleinste vrouw ter wereld is. Zij stootte ermee de Amerikaanse Bridget Jordan van de troon, die slechts enkele maanden eerder de titel van de kleinste vrouw ter wereld had gekregen. De 26-jarige uit India heeft dwerggroei en is niet groter dan een gemiddeld kind van 6 maanden. De genetische aandoening is uiterst zeldzaam en naar schatting zijn er niet meer dan 100 gevallen in de wereld. Iyoti zei dat ze besefte dat ze anders was toen al haar vrienden begonnen te groeien. Ze zei, toen ik de kinderen om me heen groter zag worden en toen ik niet in staat was om deel te nemen aan de dingen die zij deden, werd ik erg verdrietig. Maar ik kwam al snel achter dat dit misschien is waar ik mee moet leven. Ze staat nu centraal in een serie genaamd The World's Smallest Woman, Meet Iyoti, die haar reis naar Amerika volgt. Als jij iets vreemds vindt online en je wilt er meer over weten, stuur dan gewoon naar ons op en we zullen er naar kijken. Wie weet komt er misschien wel in een toekomstige video voor.
Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Maar eerst heb ik een uitdaging voor jou, die 5 seconden duurt. Als je kan liken en abonneren binnen 5 seconden, dan krijg je 10 jaar geluk. Probeer het, het werkt echt, ik beloof het. Nummer 1, Edward Nino Hernandez. De kortste man ter wereld heeft zijn Guinness World Record titel teruggewonnen. 10 jaar na de eerste keer dat hij hem won. Edward Nino Hernandez uit Colombia meet 72,10 centimeter. Nadat Edward op 10 mei 34 jaar is geworden, kan hij nu aan zijn nieuw jaar beginnen met een fantastisch nieuw recordtitel. Het certificaat van de kleinste man ter wereld werd uitgereikt aan Edward in zijn geboorteplaats Bogota, Colombia, voordat de richtlijnen voor quarantaine en social distancing werden opgelegd. Zijn familie en zijn orthopeed waren ook aanwezig tijdens de ceremonie. Edward zei: "Ik kan alles bereiken waar ik zin in heb. Alles is mogelijk. Grootte en hoogte doen er niet toe. Ik wil dat mensen zien wie ik werkelijk ben. Klein van stuk, groot van hart." Welk klein mens vind jij het bijzonderst? Laat het in de comments weten. Heel erg bedankt voor het kijken en zoals altijd tot de volgende video.